1972 markeerde het begin van het einde van het weggooitijdperk. In dat jaar namelijk begonnen particulieren zoals mevrouw Benning uit Beieren een actie om afvalstoffen en daaronder vooral gebruikt glas in te zamelen ten behoeve van nieuwe productie. In een voormalig koetshuis worden nu flessen en potten machinaal tot scherven gehakt. Mevrouw Benning heeft er de handen vol aan, want steeds meer milieubewuste huisvrouwen zijn bereid hun gebruikte glas voor dit doel op te potten. Op vele plaatsen verschijnen nu ook containers die op gezette tijden geleegd worden. Want inmiddels is de industrie begonnen met een proef om van gebruikt glas weer nieuw verpakkingsglas te maken. Het door burgers, winkelbedrijven en actiegroepen verzamelde glas wordt voor het grootste deel door een glashandel in Rotterdam geschikt gemaakt voor industriële verwerking. Met grote laadschoppen worden hele en halve flessen en scherven in een reusachtige bak gestort, waarna ze op een lopende band terechtkomen. Eén man zorgt hier voor de eerste zuivering. Het van glas vreemde elementen gezuiverde materiaal wordt vervolgens in kleine stukjes gebroken tot zogenaamde ovenklare scherven. Dagelijks rijden zo volgeladen vrachtwagens van Rotterdam naar Leerdam, waar het proefproject van de recirculatie, ook wel de recycling genoemd, geconcentreerd is. De scherven worden vermengd met de glasgrondstoffen zand, kiezel en soda in de glasoven gevoerd, waar het geheel verhit wordt tot 1500 graden Celsius. Het gesmolten glas komt in dikke druppels uit de oven en wordt vervolgens machinaal tot flessen verwerkt. Het welslagen van het experimentele proefproject, dat ontstaan is uit intensieve samenwerking tussen burgerij, overheid en bedrijfsleven, is in belangrijke mate afhankelijk van een geregelde en voldoende aanvoer van gebruikt glas uit de Nederlandse huishoudingen. Voorlopig worden alleen nog maar groene flessen gemaakt die een gedegen kwaliteitscontrole ondergaan. Als in de loop van dit jaar beslist wordt of het project voldoende levensvatbaarheid bezit, zal de recycling van glas, wat je noemt, in kannen en kruiken zijn.